Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben zojuist wakker geworden. En dit is eigenlijk voor de eerste keer in de afgelopen 3 dagen dat ik uitslaap. Ik weet niet waarom, maar de afgelopen 3 dagen ben ik gewoon elke dag tussen 7 uur en 8 uur 's ochtends wakker geworden. En ging ik eigenlijk ook gewoon meteen uit bed, omdat ik me gewoon echt zo shit voelde, hoofdpijn en alles. Nu voel ik me eigenlijk voor de eerste keer een beetje beter. Ik ben wel echt super verkouden en ik ben dus echt veel aan het hoesten. Maar mijn hoofdpijn is veel minder geworden. Ik heb nog wel last van mijn onderrug, dus ik ben echt nog zeker niet beter. Maar ik denk dat het nu wel eens heel hard kan gaan. Misschien dat ik me vanavond echt wel veel chiller voel. En misschien dat als ik dan morgen wakker word, dat ik me dan echt super fresh voel. Dat zou echt super chill zijn. Als ik morgen wakker word en me dan echt super chill voel. Want dat betekent ook dat ik dan woensdag eigenlijk weer helemaal beter ben. En dan donderdag weer uit huis mag. Eigenlijk zouden Myron en ik nu samen met 2 vrienden onderweg zijn naar Italië. Maar ja, corona gooit roet in het eten. Dus dat gaat helaas dus niet door. Maar dat gaan we dus uitstellen naar donderdag. Oké, goed. Ik ga eens even opstaan. Hallo. Goedemorgen, Beertje. Oh, die is ook een beetje sip. Die zit er maar altijd in het hoekie. Ga maar eens even... Het is mooi weer trouwens. Het is heel mooi weer. Ga maar eens even kijken bij Myron, wat zij aan het doen is. Ik hoorde Myron wel weggaan in de ochtend, maar ik was nog te moe. Ik ben gewoon lekker door blijven slapen. Hoor ik daar wat? Hallo, hallo. Hey, schatje. Good morning. Good morning. How are you doing? Fine, and you? Lekker geslapen? Heerlijk. Nice. Hoe voel jij je? Goedemorgen. Even voelen. Oh, ik voel het niet heel warm meer. Een klein beetje nog. En hoe is het met jouw verkoudheid? Ja, die is er nog wel een beetje hoest en zo. In je hoofd? Ja, beter. Cijfer voor vandaag? Ik voel me 6,5. Echt? Ja. Maar hey, dat is voldoende. Beter als gisteren dus. Precies, dat sowieso. Dat sowieso. Hey, beter hè? Wil je koffie? Lekker. Oké, dan gaan we maar eens even checken wat we vandaag gaan doen. Misschien dat we vandaag dan weer aan de Lego gaan beginnen. Weet ik niet zeker. We hebben hier nog deze prachtige Fortnite Daily Bugle Toren staan. Dus wie weet komt deze aan de beurt met alle superhelden die erop staan. Misschien is er nog iets anders wat ik verzin wat we kunnen doen. Kom vast goed. Ik heb weer een testje gedaan. Negatief. Negatief. Wow, dat is echt nice. Zal ik eens weer een testje doen? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Of je dan negatief of positief is. Het is op volgorde. Eerst die van jou, toen 3 van mij. Ja. Ja, okay. Bij jou is die sowieso positief. Want dat blijft heel lang. Maar is op zich wel... Ja, ik vind het wel interessant. Laten we gewoon doen. Ik ook. En je hebt ook wel eens van die verhalen gehoord van mensen die 5 testjes doen. 2 positief en 3 negatief. Ja, dat is klopt. Ook zoiets geks. Wat ga je doen als je nu negatief is? Dan, misschien zit het dan toch een beetje tussen je oren. Of ga je dan toch een soort van beter voelen of zo? Ja, misschien moet je dan gewoon een officiële test bij GGD laten doen. Ja. Ik weet niet of dat überhaupt nog een ding is. Maar... Oh, ik kan nu die stokjes ook echt ver in mijn neus, net als jij. Ja, ik kon altijd die stokjes echt wel heel mooi in mijn neus doen. Gewoon helemaal laten verdwijnen. En Mario die had er wel eens moeite mee. Maar ik kan gewoon heel simpel zo hem erin doen en dan zo naar achter schuiven en dan geen probleem. Dan zit hij gewoon zo helemaal erin. Dan kan je dan een beetje heen en weer wiebelen en dan eruit halen. En dan in de andere. Ook weer wat naar achter. Hoppa. Ik heb iets in mijn oog. Ja, stokje. Ik kom het daar weer uit. Okay. Het is gewoon zo gek dat, ik zag gewoon een slier. Ja, ik ben verkouden, schat. Sorry. Het is gewoon zo gek dat... je neus zeg maar zo gaat. Want je hebt het gevoel dat hij zo omhoog gaat. Ja, inderdaad. Dat hij zo omhoog gaat. Zo, ik moet echt even wat uit mijn ogen halen. Oké, dan doe ik 4 drukjes. Zo slijmerig. Niet normaal. Het zijn geen druppen. Het zijn gewoon slierten wat ik erop doe. Ja, hij gaat lopen. Zien jullie dat? Ik ben benieuwd of er dan nu meteen een streepje komt. Want de vorige keer stond er helemaal geen streepje. Toen gingen we even klaarmaken, tanden poetsen, alles pakken om weg te gaan. En toen keken we nog even toen, nee, ja, positief. We waren eigenlijk helemaal klaar om weg te gaan en we keken nog even snel. Ook al zei ik wel Je ziet, je ziet het meteen. Al. Toch of niet? Ja, dat is de T van corona. Nee, dus nee, toch... kijk, de C is het teststreepje en de T is... Dus als eerste komt meteen een coronastreepje. Ja. Oh, ziek. Ja, bizar. Gewoon weer ziek positief. Yay, positieve vibes.
Ja, shit, ja, man. Balen. Maar ja, kan ook niet anders. Ja, nu pas hier tweede streepje komen. Ja, heel licht ook. Damn. Maar we verzamelen deze gewoon. Ja, ja, hey, misschien is dat serieus een ding. Ik denk serieus dat je dit moet bewaren. Ja, misschien is dit serieus zeldzaam. Want of... Dat je dit gewoon bewaart aan deze afgelopen dagen, zeg maar. En dat je dat dan zo in een lijstje doet. En dan zo van... De, want ik heb waarschijnlijk een keer eerder corona gehad. Weet niet precies wanneer. Ja, ongeveer met windsport. Echt 2 jaar geleden of zo de corona begon. Lang geleden. Ja, echt lang geleden. Toen we hier met Huis en Knol zaten. Toen was ik echt 6 weken lang mijn geur en smaak kwijt en alles. Ik ben nu wel meer aan het hoesten. Dus echt vervelend. Want het doet hier helemaal snijden helemaal. Ja, dat is vervelend. Dus even een hoessiroopje halen. Hier uit de keuken. En dan is het misschien echt wel zo uiteindelijk zo zeldzaam, weet je wel. Dit is toen ik positief testte en dan zo 40 jaar later. Weet je nog toen de corona was? Ja, dat denk ik dus ook. Ja, tenzij corona gewoon normaal wordt en een soort van griepje is uiteindelijk. Dat kan ook, hè? Het is zo van, weet je nog toen corona nog een gevaar was? Toen corona net nieuw was? Ja. Gaan we, hoorde ik jou nou zeggen dat we met Lego bezig gaan? Nou, weet niet. Misschien. Hangt er vanaf. We hebben al veel gelegoed al, hè? Mm-hmm. En ons kennende willen we dat ding weer in 1 dag af hebben. Ja, oh, fijn. Nou, maak nu nog even een koffietje. Dan gaat het steeds beter, hè? Zelfs met dat hoessiroop is dit een beetje dan zo'n ding die je mag aflikken. Precies hetzelfde als dat je zo'n ingrediënt gaat maken. En dan zo iets lekkers hebt en dan die 2 propellers die dan zo de afvallen in de gootsteen. De staafmixer. Gaat, ja, dus die dan gaat aflikken. Ik bedoel de mixer, niet staafmixer. De mixer. Hij bedoelt dit. Ja, die ja. Nu met hoessiroop heb ik dat met een lepel. Vind je lekker, hè? Dat vind ik wel lekker, ja. Nou, dan gaat Marvin op het knopje drukken en dan maakt het lawaai. Jeetje. Gek. Nee. Ja, mag jij niet. Jij Messi. Ja. Mag niet bij mij doen. Even schoonmaken. Ik maak hem altijd goed schoon. Zo. Eigenlijk moet je daar zo'n kwastje voor hebben. Ja, wij hebben zo'n kwastje helemaal niet. Nee. Weet je wat ook wel fijn zou zijn? Dat je hier zo'n la zou hebben waar je dat dan zo in doet. Ja, dat hebben barista's wel inderdaad. Zo'n laadje met alle instrumenten. Misschien kunnen we dat wel bij de nieuwe woning nog doen. Ja, implementeren. Ja. Oké, en dan druk je nu... Ja, ja dat. Ja, en dan maakt hij weer heel veel lawaai. Dit is het ene ergste lawaai wat er is, denk ik. Ja. Het buisje maakt nog meer lawaai. Denk ik ook. Dat is dus het lawaai wat je hoort van alle bonen die gemaald worden. Van dit apparaatje naar daar beneden. En dan nu is de bedoeling, de taak aan Marvin, om dit plat te stampen. Zo, dat doet ze professioneel ondertussen. Ik doe dat heel anders. Maar dit ziet er veel cleaner uit. Ik tik altijd zodat het randje ook helemaal schoon wordt. Ja, ik veeg dat altijd met mijn handen weg. Ja, sick. Oké, en dan is dat gedaan. En dan kan je dat daarin vastklikken. Zo. Dat is wat je baristas altijd ziet doen. Zo erin en dan zo... Oh ja, en blijkbaar moet deze leeggehaald worden, want er staat empty me. Ja, maar dan... Ik ken mijn apparaat goed genoeg, maar ik weet dat hij nog niet helemaal... Oké. Nee, helemaal kleintje. Grote. Ja, dan heb je gewoon een dubbele espresso. Ja, lekker. Lekker. Vind je lekker, hè? Lekker. Okay, dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Lekker, man. Oh, dat is echt zo'n Thijs lekker. Ja. Lekker. Hé, hey, Thijs, dat vind ik lekker. Lekker. Hoppa, klik op 2 om ja. 2 espresso. Kijk, op 2. 2 kopjes hier zo. Zie je dat? Dus dat gaat hier nu uitkomen. Oh, voilà. En dan zie je hier de espresso meter. Zie je zo gaan. De druk zit wel goed, denk ik. Ja, zit de druk er goed op? Ja. Moet hij in die espresso range zitten? Hij zit wel een beetje aan de hoge kant, dus het wordt met meer druk eruit geperst. Maar dat is wel lekker. Lekker. Kijk, lekker. Zo'n lekker... crema laagje. Ja, dat crema laagje is goeie. En dan doe ik dat allemaal nog een keer, zodat ik hierboven op 2 keer een dubbele espresso heb. En dan schuim ik de melk pas op. Juist. Dus dat is hoe Mario dat doet. En dan ga ik straks wel eventjes... Oh, ik weet al wat. Wat leuk is om te laten zien hoe op die hart... De bel gaat. De koningin. Als dat Maxima niet is. Hallo? Ah, top. Eerste verdieping. Als je de volgende keer weer aan kan bellen. Volgende deur. Dit is echt het domste apparaat ooit. Het duurt zo lang voor die bezorger. Het is zo vervelend. Sorry man. Kijk, ik heb hier geld neergelegd. Hoppa. Hey, zet maar neer hoor, ik heb corona dus vandaag. Okay. Ik heb daar voor je neerleggen man. Ik heb daar voor je wat neergelegd. Wat? Aan de overkant, voor het wachten. Oh, hier op de rand.
aan de overkant. Wat is gebeurd? Nee, daar heb ik geld voor neergelegd. Oh, dankjewel. Hey, dankjewel. Ja, rust, ja. Ciao, ciao. Werk ze. Wauw. Wauw, sick. Kom snel, kom snel. Hoi, yo, hoi, yo. Zie hoe die hart is maar. Groot pakketje, hè? Ja. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Ja, en ik ga die andere hartjes doen. Oh, je gaat, oh ja, dit is een hele goede tip voor iedereen. Marvin die gaat nu iets doen wat iedereen kan. Dat is niet lullig, toch? Nee. Want het is wel echt letterlijk wat iedereen kan. Ja, nu ga ik dit zeg maar even goed allemaal bruin maken, zodat het allemaal één kleur is. Ja, kijk, let op, dit is echt super slim. Dus het moet zo min mogelijk wit zijn. Ja. Want wat Mario nu gaat doen is het volgende. Je hebt een instrument daarvoor. Ik pak gewoon een klein lepeltje. Oké, een klein lepeltje, heel specifiek. Ik heb niet heel veel melk meer over, dat is wel een beetje kut. Oké, kijk. Misschien gaat het dan nu niet goed. Dit is wat Mario nu doet. Allemaal van die rondjes. En dat doet ze met het overige melk. Oh, die ging al niet goed. Maakt niet uit. Nou, dat doe je helemaal rondom, zoals je ziet. Ja, en dan doe ik nog 3 in het midden. 1, 2, 3. Oké, het ziet er dus zo uit. Dan heb ik hier zo'n stokje. Ja. En dan, het kan ook met een satéprikker. En dan ga je zo door de rondjes heen. Wauw, kijk dan. En dan doe je deze de andere kant op. Kijk dan. En dan heb je allemaal mooie hartjes. Dat is toch sick, hoe dat eruit ziet nu. En dat ziet er gewoon super. Ja, je achteruit. Je zag alleen deze druppel inderdaad even verkeerd gaan. Maar voor de rest, kijk hoe super mooi dat eruit ziet. Terwijl het eigenlijk vrij eenvoudig is. Want je hoeft helemaal niet met die gieter zeg maar zo allemaal dat mooi te doen. Nee, maar die melk moet wel goed zijn. Ik heb nu eigenlijk te weinig over, waardoor het nog een beetje melkig is. Je moet echt schuim over hebben. Ja, ik zie het. Nou goed, super mooi. Want die guy die begreep niet helemaal wat ik bedoelde. Want ik had echt precies zo'n 2 euro muntje die er nog maar net konden liggen, zo op het zijkantje gelegd, op het richeltje. En ik probeerde te wijzen, maar ik kan natuurlijk niet het gewoon zo aan hem geven. Ik kan niet dichterbij komen, dus het was even struggle, maar het is gelukt. Oké, laten we eens even kijken wat hierin zit. Ik ken dit soort dozen, daarom weet ik ook hoe ze open gaan. Wil je er ook bij zijn? Ja. Oké, daar gaat ie. Hey! Tadaa! Oh, die zijn echt leuk. Een opkikkertje voor jou. Get well. Om je op te fleuren. Oh, dat is echt lief. Hey, komt dat naar me toe? Ja, moet dat erop. Hey. Dit zijn altijd van die leuke dingetjes. Een biertje positiviteit via de post. Tot gauw, liefst familie Charak. Oh, dat is echt lief. Dat is super lief. Leuke foto's erbij. Wow, dit is echt leuk met Milana en Luciano. Ja, dat is echt schattig. Dat is echt leuk. Nou, dat hebben ze echt lief gedaan. Wow, dat had ik echt zo niet verwacht. Tot gauw. Oh. Wow, dat had ik echt niet verwacht. Zo leuk. Dat is echt lief. Ook echt dat kaartje. Ja, een beetje positief. Wow, ik kan niet eens uitspreken. Een beetje positiviteit. Een beetje positiviteit via de post. Echt leuk. Ja, super schattig. Very good, very nice. Ah, dat is echt heel erg leuk. Dankjewel, familie Charak. Dat is mooi. Komt altijd met zo'n grote doos, hè? Ja. We hebben weer karton. Dat is bij ons een beetje naar, want wij hebben... Schat, wat doe je nou? Niet ja, toch in die kast? Sorry. Maar ze voelde wel goed. Voelde wel goed. Ik heb last van mijn keel. Daarom doe ik ook niet hard. Maar wij hebben dus geen kartoncontainer. Dus wij moeten dat allemaal naar de vuilstort brengen. Ja, maar niemand doet dat. Iedereen gooit dat hier beneden. Ja, maar als je echt grote dozen hebt, doe je dat niet. Dan nee, verzamel je het. En dit is wel echt een grote doos. Mag ik naar jou trappen? Nee. Gewoon één keer zo naar jou. Kijk hoe lief ik hier sta met die ballonnetjes. Ga je toch niet op mij trappen? Of toch wel? Kijk dat. Is het kapot. Dat was jouw bedoeling? Ja, dat is ideaal. Oh, oké. Okay. Oké, nu heb ik een dienblad. Even de koffie serveren. Nee, die andere is echt niet mooi. Oké, ik geef jullie een tip voor in de bediening. Als je zeg maar dit hebt en dit, ja? Nooit doen. Nooit nee, want doen. Als je nu die wegpakt... Want als Maya nu deze pakt, dan valt dit volledig die kant op. Ja. Ik heb het vaak zien gebeuren en het is mezelf overkomen, want ik heb in de bediening gewerkt. Echt? Waar dan? Wist je dat niet? Oh ja, echt een paar dagen toch? Ja, echt. Nee, gewoon letterlijk 1 dag. Oh. Ja, ik werkte bij een strandtent in Den Haag. En toen werkte ik in de afwas. En toen gingen Milan en ik 1 keer proberen om in de bediening te werken. Nou, 1 dag deed ik dat. En toen was ik helemaal klaar mee. Ja? Ja, die strandtent was echt
knijtersgroot. Volgens mij bestaat er nog steeds die strandtent. Maar die strandtent is knijtersgroot. En die had, weet ik veel, 88 tafels. Misschien nog wel meer of zo. En de bediening wist dat allemaal uit zijn hoofd. En ja, als je nieuw bent natuurlijk niet. Nee. En je had daar geen cijfertjes of zo op de tafel. Dus, nee, je moest dus je gewoon uit je hoofd. Ja, je moest wel uit je hoofd. Dus, maar goed, ik heb wel eens gezien dat je dan zeg maar niet zo naast elkaar. Want als je nu pakt, is het gewicht nog redelijk in het midden. Klopt. Maar ja, als je dit doet, dan ja. Ja, ik heb ook in de bediening gewerkt, maar bij mij ging het eigenlijk altijd goed. Mijn tactiek was altijd, stel je moet wijnglaas, want ik werkte in een pizzeria, dus bijna iedereen bestelt wijn. Dan doe je de wijnglaas een beetje in het midden, want die wil je zeker niet dat die vallen. En dan doe je zeg maar de flesjes en de cola en de sinaas, alles doe je dan zeg maar een beetje omheen. Ja. Die pak je dan als eerste, dat je zeker weet dat je de wijnglazen helemaal 100% safe hebt, zeg maar. Ja, snap ik. Maar ik moest ook vaak gewoon tafels van 10 personen bedienen. En dan had ik al die drankjes zo op één dienblad. Ja, dat is ziek hoor. Je ziet soms mensen lopen en dan denk je echt, hoe doe je dat? Ja, maar ja, als je er eenmaal bijna elke dag werkt, dan gaat het wel snel. Ja. Nou goed, in ieder geval, hier jouw lekkere cappuccino. Dankjewel. Hier de mijne, dankjewel daarvoor. Alsjeblieft. En ja, laten we vanaf nu elke dag een test doen en dan gewoon verzamelen. Ja, gewoon die van jou. Die van mij kunnen in principe wel weg. Maar kijk, deze is een beetje vaag. Dat was de eerste dag. Ja. En deze is echt gewoon heel duidelijk. Super duidelijk. Ik heb nog nooit zo'n duidelijke test. Ja, kijk dan hoe ziek die streepjes. Ja, we weten het zeker. Nee, maar laat het goed zien. Kijk. Ze zien het wel. Kijk hoe duidelijk die streepjes... Hij heeft een beetje de laatste tijd moeite met scherpstellen. Maar kijk, zie hoe knijtsduidelijk die streepjes zijn. Die twee vergeleken met Dio. Ja. Dit is echt gewoon van... We weten zeker dat je fucked up bent. Dit is 100%. 100, dit is 200. 200%. 200%, ja. Twee streepjes. Ja, ja, goed. Dus dit is wel... De vierde dag toch? De derde. De derde dag. Derde dag. Ah, het is wat het is, dames en heren. Dankjewel voor de ballonnen. Dankjewel sowieso voor jullie lieve berichtjes, voor de beterschap. Dankjewel voor alle mensen die zeggen van... Nou, Enzo, misschien zo even chill. Zo even een paar dagen en niet zoveel vloggen en een beetje uitrusten. Maar het is voor mij niet echt uitrusten. Het is echt super frustrerend en ik word helemaal gek. En het is nog geen eens zozeer dat het mooi weer is en dat ik naar buiten wil. Dat maakt me gewoon echt niet uit. Het is gewoon het feit dat ik me gewoon ziek voel en niet chill voel. En gewoon dingen wil ondernemen, maar dat ik gewoon vastzit en dingen ondernemen hier. Of dat ik soms de fut niet heb. Hoe zeg je dat? De fut. Dat ik soms de fut niet heb om dingen te ondernemen. Waardoor ik gewoon een beetje dom voor me uit zit te kijken. Dat gevoel, zeg maar. Dat vind ik gewoon vervelend. Maar ja, goed. Het is wat het is. Volgens mij merken jullie dat er al iets meer energie, ietsjes meer leven in mij zit. Dus dat is in ieder geval fijn. Dus laten we hopen dat dat zo door blijft zetten de rest van de dag. En... dan zie je het alweer. Oké, dames en heren. Zoals jullie hier kunnen zien in de studio. Ik ben op dit moment aan het livestreamen. Ik ben Fortnite aan het doen. Hier zie je zeg maar... Dit is gewoon een beetje behind the scenes hoe het bij mij eruit ziet. Hier heb ik dan mijn livestream aanstaan via OBS Live. Hier zie je de chat. Dus dan zie je iedereen praten. Hier is de camera. En de reden waarom ik de chat heb naast de camera is omdat als ik dan de chat lees... dan kijk ik zeg maar naar de kijkers. Dus dat leek me wel een goeie. Dus je ziet hier de chat nu helemaal losgaan. Super gezellig hoor. Zo als je corona hebt en je zit thuis in quarantaine... dat dan zoveel mensen naar de stream kijken. Er zijn nu 2200 mensen aan het kijken. De battlebus is alweer gaande, dus ik moet er straks uit. Ik speel met Don. En ja, dat wordt leuk. Ik heb hier voor de rest mijn Spotify, mijn Discord. Ik heb hier nog wat andere meldingen staan. Dus daarom zijn drie schermen, vind ik, voor het streamen echt ideaal. Ik heb vandaag de hele dag nog geen paracetknolletjes genomen. Dus wat dat betreft echt de vooruitgang. Ik ga nu landen uit de battlebus en dan checken jullie zo weer. Ik ben al 4 uur live trouwens. Het is nu 4 uur in de middag. Dus gaat lekker. Let's go. Later. Oké, dat was de livestream, dames en heren, die ik heb gedaan. 6 uurtjes in totaal. Van 12 uur 's middags tot 6 uur 's middags. Vraag me niet af waarom ik zo'n livestream doe. Terwijl ik misschien eigenlijk zou moeten uitrusten. Maar ik denk dat het komt omdat ik gewoon iets te doen wil hebben. Dus ben ik maar gaan livestreamen. Myron die heeft in de tussentijd dat ik al die uren aan het livestreamen was, heeft Myron heel veel opgeruimd hier in het huis. Wat echt super lief is. Dus de hele keuken is weer helemaal opgeruimd en alles. En Myron heeft hier zo mooi op de piano deze Lego items neergezet. Misschien dat we vanavond dan nog even een begin gaan maken aan de andere Lego set die we hier nog hebben staan. Maar dat checken we dan straks wel eventjes. Wat ik sowieso nu eerst ga doen is mezelf eventjes helemaal opfrissen. Dat lijkt me op zich wel een goeie. Soms is het ook zo dat als je ziek bent en vandaag is dan de dag dat ik me iets beter begin te voelen, heb ik het idee. Behalve op het hoesten en mijn borst na. Er zit een beetje veel druk op, een beetje vervelend. Maar soms kan het ook heel erg helpen als je even gaat opfrissen. Dus even lekker gaat scheren, even lekker douchen. Gewoon dat, weet je wel. Dus ik heb hier mijn scheerapparaat.
En voor de rest, ja, ga even lekker de douche dan straks aanzetten. Even een muziekje natuurlijk, tijdens het chillen hier in de badkamer. En dan heb ik straks geen baard meer, dan ben ik weer even helemaal fris en fruitig. Yep, dat gaan we maar eens even doen. Zo, dames en heren, ik heb me even lekker heerlijk geschoren gedoucht. Helemaal fresh. En Marion heeft de avondeten helemaal fresh. Yes. Wauw, niet normaal. Heerlijke aardappelpatatjes met broccoli en lekkere chicken wings. Gewoon genoeg om ons helemaal vol te eten. Ja, hier kunnen we wel 2 dagen van eten, denk ik. Oh, dat is echt fijn. Ook al eet jij soms echt 10 of zo. Ja, ik vind dat zo lekker. En gaan we dan nu die film afkijken waar ik gisteren... Ja, wow, die was ik vergeten. Ja, nee, ik ben alles vergeten, want ik viel echt al na een minuut in slaap. Dat was echt ziek. Maar hij zei, ik doe de tv uit. Ja. Ik was, boy, yo. Wat doe je? Je kreeg een zieke elektrische schok. Ja? Ja, echt zo dat. Ah. Echt gek, dat zoiets soms statisch geladen is. En dat je dan iets gaat pakken en dan zo... Krijg je in één keer een schok. Goed. Nou, bijna uit quarantaine, dames en heren. Geef ons nog 2 dagen. Ik heb ook een vraag. Je hebt een... Oké. Wat doen mensen liever? Mayo met ketchup of mayo met curry? Oeh, dat is een goeie. Ik doe altijd met curry, maar jij altijd met ketchup. Ja, ik doe mayo en ketchup bij elkaar. Ook als mayo en curry ook lekker worden. Dat is wel een beetje wat scherper of zo. Een beetje patatje speciaal. Ja, ik vind af en toe joppiesaus ook wel lekker. Maar dit is wel inderdaad de mix, inderdaad. Maar ik maak het meestal helemaal dat ik rondjes maak, zodat je het niet meer ziet, weet je wel. Ah joh, gekkie joh. Nou goed, dan doen we even een beetje mayo met ketchup bij elkaar. Dat is ketchup. Oh. Oké, goed. Ja, het drukt ook meteen zo hard. Maar hij is wel bijna leeg. Ja, dat klopt. Misschien dan weer dat roer. Ja, dat duurt wel even hoor. Maar je maakt ook echt een mega plas van. Ja, maar dat gaat elke keer breder, omdat je alles mee moet nemen. Oh. Halve bord vol met saus. Kijk hoe fijn dit is. Ja, is hij goed nu? Wow. Nou, eet smakelijk. Ik zit een beetje te gamen hier in de studio. Ik weet verder niet zo goed wat ik moet doen. Het is 12:15 in de nacht. Een uurtje geleden ging Mario naar bed. Laten we even kijken of ze al slaapt. Hey, slaap je nog niet? Nee. Hoor je ook nog eens lief? Waar ben je? Ik zie je niet. Ik ben al wakker hoor. En wil jij mij stiekem filmen? Nee, ik wil kijken of je al sliep. Ik zie je niet. Ik zie jou wel. Ja, door het licht van de kraan. Hoi. Wat ben jij aan het doen? Hi, man. Ik denk dat ik ook maar naar bed ga, dames en heren. Ik denk dat ik even de film ga afkijken die Myron al wel heeft afgekeken, maar ik viel in slaap op de bank. En ik denk omdat ik 3 kwartier heb geslapen op de bank, dat ik nu het wat later heb gemaakt. Maar goed, ik ga uitrusten. Hopelijk morgen die hoest en alles over. Dat zou super chill zijn. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet dat duimpje omhoog niet. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Myron? Ja? Oh, yo, ik keek naar links en ik schrok. Ik dacht dat je me wou laten schrikken. Oh, yo, dat was heel raar. Zag je dat? Wat? Oké, tijd om te slapen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.